Hallo allemaal, vandaag is het allerzielen. Ja, wat gaan we daarbij tekenen? Goed, we verzinnen wel wat. Teken je weer mee? Ja, allerzielen, wat gaan we daarbij tekenen? Bij allerzielen gedenken we de doden. Een soort dodendenking, alleen dan echt voor alle mensen. Alle mensen die zijn overleden en... die gedenken we dan. Het is weer wel anders dan alle heiligen. Alle heiligen, dan gedenken we de heiligen. Maar alle zielen, dan gedenken we gewoon alle mensen die zijn overleden. En in de katholieke kerk gaan de mensen dan vaak naar het graf toe en steken een kaarsje aan voor degene. Als je op internet gaat kijken, alle zielen, dan zie je heel veel kaarsen. Dus ik dacht, laten we eens een kaars gaan tekenen. Volgens mij hebben we dit jaar nog niet getekende kaars. En die kan je er straks ook weer gebruiken, bijvoorbeeld voor een tekening voor kerst. Dus laten we eens een kaars gaan tekenen. Zo. En we laten hem iets scheef zo gaan. Kijk. Mag best een druppel aan die kaars hangen, hè? Kaarsvet. Zo. Nou, hier stopt die kaars al ergens. We zetten die in een kaarsenhouder. Laten we het maar zo doen. Zo. Een soort schoteltje, denk ik. Dat het mooiste is. Zo. We kunnen hier natuurlijk wat met schaduw werken. Zo. Kan op de kaars trouwens ook. Nou, en dan moet er natuurlijk een lontje aan die kaars. En laten we daar dan ook gelijk dat vlammetje aan die kaars tekenen. Eigenlijk een soort druppel. Met daarin nog een keer zo. Het vlammetje. En dan kan je ook nog, voor de warmte die van die kaars afkomt, kan je nog zo wat walm tekenen natuurlijk. Ja, en een kaars schijnt natuurlijk ook. Dus je kan ook nog zeggen van, nou kijk, een kaars die straalt op die manier. Je kan hier nog een houder aan vaststeken, hè, waar je zo'n kaarskandelaar aan vasthoudt. Nog iets van een voetje eronder, zo. Die mag dan best donker zijn, zo. En natuurlijk wat schaduw, dat mag ook. Nou, ik vind dat we zo'n aardige kaars hebben. Natuurlijk kan je dat nog meer druppels aantekenen. Zo. Dus het is een echte druipkaars wat dat betreft. Hoeft niet natuurlijk, hè. Je kan het ook gewoon zo laten. Zo, kan ook nog. Ik zou zeggen, ga zelf eens een kaars tekenen. Het kan natuurlijk ook een bredere kaars zijn. Dit is een vrij lange kaars. Je kan er ook nog met kleur gaan werken. Gekleurde kaars, of die vlam juist kleur en dat lichtschijnsel eromheen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.